Het is vandaag de allerlaatste dag. Het is op dit moment volgens mij 29 of 30 juli. En dat betekent dat de laatste dag is. Dus dat is super jammer. En zoals je misschien wel hoort, is mijn stem ook niet meer optimaal. Ik heb last van mijn keel en ik ben verkouden. Dus ik ben wel een beetje toe aan een beetje extra slaap. Vandaag is de kermisrun, dus waarschijnlijk gaan we daar iets mee doen. Ik ben vandaag kermisverslag voor de update. En s'avonds ben ik social redacteur. En dan is vanavond de laatste ronde. En dan is het alweer voorbij. En dan kunnen we weer uitkijken naar volgend jaar. En ik loop dus nu naar de redactie om daar even te ontbijten. Om ook even goed wakker te worden. Hey! Verder en ik ben hier met Amber. Hallo! Hi. Wij doen samen de kermis-update verslag. En ik doe nu de camera terwijl ik officieel verslag heb, maar ik kan ook de camera doen. Dus en ik heb officieel redactie. Ja, doe nu verslag. Ja, het gaat allemaal hartstikke goed. We gaan nu exploitanten vragen of zij een goede kermis hebben gehad, of ze het leuk hebben gehad, of het winst is geweest, of ja. Of ze terugkomen. Of ze terugkomen natuurlijk. Dus dat gaan we nu eventjes opnemen. Hoi, daar ben ik weer met het weer voor in de vlog van Marit Bosman. Ze is er gewoon zelf bij. Dit is het laatste weerbericht. Hoe vond je het gaan? Heel leuk. Ja, het is gewoon een vast item geworden. Dus dat is wel leuk. Mag ik het volgend jaar weer doen? Zeker. Top, dan is dat de afspraak. En voor het laatste weer van vandaag gaan we gewoon naar de echte redactie van Kermis FM. Sam Fish. Hallo. Wat is het weer van vandaag? In het westen van het land komen wat buien voor, maar hier in Tilburg blijft het waarschijnlijk droog. En dat is erg fijn voor het vuurwerk vanavond. Top! En vergeet deze vlog niet te liken. Wow, 2 items in 1 item. Huh? Bedankt voor het kijken. Dit was het weer. Tot de volgende keer. En ik zeg, tot volgend jaar. Allee! Hij is nou aan het opnemen. Staat hier aan. Ah ja, er staat rek boven in beeld. Dat betekent dat ik aan het opnemen ben. Maar je moet in de lens kijken. Oh. Dan maak je een goede vlog. Nou, dit is nou online redactie. En Marit die is dan net aan het doen of ze heel hard aan het werk is. Maar ze doet eigenlijk helemaal geen klap. Het enige wat ze doet is naar het Twitter-account van Domien kijken. Ja, dat is echt waar. Nee. Echt wel. Nee, ik ben netjes iedereen aan het antwoorden. Ja. Nee, Marit doet online nou. Kijk, en hier ze is ook echt super hard aan het werk. Kijk. Oh nee, net doen ze allemaal heel hard werk. Het is het laatste uurtje van Kermis FM. En het duurt wel zo lang. Weet je, ik heb vandaag mijn allereerste item gefilmd en gemonteerd. Helemaal. De laatste dag. En ik doe het alsnog. Ik zou bijna zeggen. Ja, ik kan die klappen met die. Klap maar even voor jezelf. Ben ik een beetje goed aan het vloggen? Ja hoor. Ja? Zit er een beetje inhoud in? Dan moet ik weer stoppen, want in vlog zit er nooit inhoud. Wat is dat nou weer? Een van een kentekenplaat. Ja. Dit is de vlog van Wouter Kamp. Ja. Oh, wil je hier even liken en abonneren? En, En dan? En dan? Dat was het. Ik upload toch niks, dus. Zal ik de eerste YouTube-account aanmaken? Zonder filmpjes met ontzettend veel abonnees. Ja. Dat is wel echt een ding, hè? Vind het goed gaan. Ja, toch? Ja. Ik weet niet hoe moet dit stoppen. Oh, dan moet ik die camera weer omdraaien. Ja, nee, kijk. Nee, kijk, dan moet je hem dus omdraaien. Kijk. Oh ja. Ja. En dat zit hier toch Okay. Let op. Let op, af, hè. Ik doe vingerknippen. Okay. 3. Komt er naar 3. 2. 1. Van Bossen, Marijn van Spreek, Marit Bosman, Mark van Etten. Dat waren jullie allemaal. Jongens, het is huilie. Zijn ze vol verdriet? Ja, het is. Ja, het is huilie. Huilie. Dat is huilie. Dat is huilie. Wat zei je, huilie? Dat is heel hard huilen. Oké, ik wil niet afhuilen. Ik heb. Ja, ik heb goed aan mijn zin.
Ik heb de hele avond chill. Gaan wij doorrennen? Ja, we gaan lopen. Oké, dat was echt super random, maar kippers hebben ze afgelopen. Dus huilie. Wat is huilie? Dus wow, ik dacht dat je die guy was. Ik was benauwd. Oké. Zal hij Hali heten? Ja, misschien wel. Misschien dat iedereen dat we Hali bedoelen. Het kan allemaal maar zo. Maar wij zijn nu onderweg naar Luto om onze spullen en vooral die dingen eigenlijk af te leveren. En waarschijnlijk mijn rugzak. En dan ga ik mijn spullen afleveren. En dan ga ik zo meteen nog door naar Leo's om even van de rest om mijn afscheid te nemen. Dus, allemaal huilen. Huilie. Hey Max, ik heb dus iets gevonden. Ja. Ja, dit is de. Nee. Ja, zeker. De camera waarmee die wordt opgenomen. Ja, het is bizar. Dit is ongekend. Dit is echt. Dit is ongekend, mensen. Het is ondertussen 5:30. In de slaapzaal van Kermis FM vinden we dus de vlogcamera van Marit Bosman. Hey Marit, ik heb iets van je gevonden. Dus ik denk, hey, is spannend. Ja. Nou, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Dankjewel. Hallo de Max, we zijn dit keer weer bij Marcus. Want vorig jaar zat je ook in alle lessen. Ja. En dit jaar ook. Moeten we in de lens kijken, hè? Ja, dat is wel. Maar de vorige keer was jij mijn uitredacteur van het programma Kermis Vandaag. Maar wat heb je dit jaar gedaan? Ik heb dit jaar een ander programma gemaakt, ook een talkshow, doorgedraaid. Super vet. Met band en een live locatie en een lunchroom. Super vet. En hoe ging het? Ja, top. Ja man, dat was kicken, jongen. Echt, dat moet je echt terugkijken op YouTube. Doorgedraaid Kermis FM. Gewoon leuk. Maar het was vooral ontzettend leuk om te maken. Dat was echt. Jij bent ook nog publiek geweest. Ja, zeker. Jij zit in een paar andere vlogs, kan je nu hier zo kijken. Maar ben je de volgende keer gewoon weer bij? Dankjewel. Tuurlijk, als jij erbij bent, ben ik er ook. En dan wil ik niet ook weer op de laatste dag in jouw vlog terechtkomen, maar dan wil ik op de eerste dag okay. Een keer. Oké, ja, dat gaan we binnenkort. Gaan we dat afspreken? Ja, dankjewel. Nou, zit erop. Er is ook één feestje hier gaande. Hoi Frank. Hoi. En ja, ik ga even een rondleiding geven. We zitten bij Bar Leonardo's. En daarnaast zit een of andere cocktail of een tortilla bar. En daarnaast zit een nacht. Maar we komen uit. Hey, Nick! Is dit wel. Is dit boven de kamp weer? Doe jij dit jaar weer mee? Pista! Ja, je moet ook niet aan het scherm kijken, je moet op de lens kijken. Oh, zie ik het. Dit is de vlog van Marit Bosman. Ja, zeker. Wij hebben een contest voor jullie opgezet. Zoek mij. Wouterkamp. Zoek mij. Wanneer hij voor de eerste keer in een van de vlogs tevoorschijn komt, reageer je in dit filmpje maar, de tijd. Maar, goed opletten, tevoorschijn komen is ook op de achtergrond. Ja, precies. Dus goed kijken. Goed kijken. En vind jij voor de eerste keer Wouterkamp in een van de vlogs van de afgelopen 10 dagen, dan win jij een Marit Bosman goodie pack. Ja! Wat dan wil je? En dat is niet bij de nacht. Ho. Dat is 18 plus. Maar wat zit er nou in? Ja, dat is gaaf. Is dit? Nee, wij zijn heel erg. Marit Bosman. Nee, wij zijn even. Zo. Hi. Ik vind hem maar kut, die camera. Ja, maar, ik kreeg een lamme arm. Ik ben nog steeds bezig. Dit is nog moeilijker dan die zware camera op mijn schouder. Nee, maar wat zit er nou in die goodie bag? Sowieso een sticker. Een sticker, nee. En dan mogen we het nog wel vertellen. Ja, sowieso een sticker. Sowieso een sticker. Ja, en voor de rest? Maar, en misschien dat ze er wel een dekbaar overtrek bij doen van... Dominique Verschuren! Ja, dames en heren. En als je niet weet wie Dominique Verschuren is, dan moet je even hier klikken. Ja, kijk. Hier. Niet daar, hè? Hier. Nee. Heb je al geklikt? Jij klikt niet. Hallo. Je moet ook niet klikken, je moet blijven kijken. Jazeker, want we gaan verder. Marit, weet jij nog die keer dat wij bitterballen... Oh nee, dat Thomas bitterballen ging eten. Knip. Oh, kijk eens. De bitterballen. Ja. Wow, zijn er nu ook? Ja, bitterballen. Wow. Was er nou ook gaan vloggen? Wij gaan ook vloggen. Hi. Welkom bij onze vlog. Is dit Hello. De vlog van Ma- Hallo! Hey! Nelleke en Thomas, wat heb je gedaan? Ik heb dit jaar doorgedraaid gepresenteerd. Dat is de talkshow elke dag om 7 uur. De eerste 4 dagen was Menting en daarna heb ik ze gepresenteerd op tv voor het eerst. Want ik ben eigenlijk een radiomeisje en nu ben ik opeens op tv en dat is heel cool. Wat ben je? Radio en tv. Dus
toen ik deed en het mogen doen, was dat ik ook de studio waar Nelleke dan bezig was met de radioshow. Ja, dat was heel leuk. Ja, was heel leuk. Thomas die wel voor mij staat. Het dus... vormde echt wel een band, hè? Ja, man. En wat had ik al gezegd? En radioshows. Dat vind ik ook heel vet. Ik vind het een beetje onwennig dit afgelopen. Maar moet ik het nog zeggen? Ik heb er nog geen sticker voor trouwens. Ik wil wel nog een Marit Bosman sticker. Is dit de vlog van Marit Bosman? Yay! Tessa! Groetjes! En dit is de vlog van Marit Bosman. En Marley is dronken. Ja. En dit glas is even groot als mogelijk bijna. Ik doe nog even een extra weerbericht voor de vlog van Marit Bosman. Het is inmiddels donker. Ja. Alert, focussen! Te zien. Attentie, groen! Nu lijkt echt groen! Wacht, is dit scherp? Wacht! Even nog één ding. Even een klein detail. We lijken nu niet meer op elkaar. Want Marit heeft dus de haar geverfd, als je maar niet gezien had. En een bril. En nou ja, die bril die ligt in de koek. Maar we lijken nu niet meer op elkaar. En dat vind ik zo niet. Wat voor sterkte heb jij dan? Zie dat goed of niet? Ja, dat is actual. Ja. Maar we lijken dus nu niet meer op elkaar. Wat een kutje, rommel eraf, rommel eraf! Oké.